Curaçao werkt er naartoe om de grenzen vanaf juli weer te openen voor toeristen uit onder andere Nederland. Dat laat minister Eugène Ruggenaat vandaag weten in de persconferentie. We gingen de straat op om de Curaçaoenaar te vragen wat hij daarvan vindt. Ik ben falikant tegen, want gezondheid gaat voor geld, vind ik. Ik kan begrijpen dat de hoteleigenaars of horeca, de mensen die in de horeca zitten algemeen, zitten te stampen om toeristen binnen te laten komen. Maar geen van hun hoor ik zeggen dat ze accountable gesteld kunnen worden straks als iemand of meerdere mensen hier op het eiland door de binnenkomst, het opengooien van de grenzen, mensen besmet raken. Wie kan ik daarvoor aanspreken straks? Mijn gezondheid gaat voor alles. Nou, ik vind het niet kunnen in principe. We hadden lockdown voor bijna 3 maanden. Allemaal, we moesten allemaal binnen blijven. Scholen waren dicht. Veel mensen zijn werkloos geworden daarvan. En als alles in één keer boom open gaat, vind ik dat het gewoon niet kan. Waarom die lockdown dan? Waarom zo werkloosheid dan? Dat klopt iets niet dan. Of gaan we open en moesten we geen quarantaine meer houden. Dat was toen. Maar nu denk ik dat toch wel iets meer duidelijkheid erop moet komen. Voordat het echt helemaal open weer gaat. Ik ben niet zo tegen om de grenzen open te maken. Maar wij moeten heel, heel streng controle hebben. En van waar en waar. En die moeten die vliegtuigen komen uit van Europa of van de Verenigde Staten, van Colombia, Venezuela. Wij moeten heel, heel ogen op moeten.